Vandaag, 17 september, is het Merwede Nazomerfestival. Alle culturele broedplaatsen in de Merwede Kanaalzone houden vandaag open dag. Alle gebruikers laten zien waar zij mee bezig zijn. Maar er zijn ook allerlei gastoptredens. Er zijn activiteiten voor kinderen. Kortom, er is genoeg te doen. Wij hebben gekozen om een kijkje te nemen bij Kanaal 30, maar ook de Vechtclub en alle andere plekken hebben ook open dag. Maar we gaan eens even kijken wat er bij Kanaal 30 te doen is. Kun je vertellen hoe dat is ontstaan en wat er allemaal staat te gebeuren? Het is ontstaan eigenlijk vanuit de verschillende broedplaatsen die hier in het Merwedegebied zitten. En het idee hebben van, ja, we hebben een hoop mooie ondernemers die op creatief, cultureel vlak een hoop te bieden hebben. Dus laten we de deuren openen voor het publiek en de stad Utrecht. Ook in het kader nu van Utrecht 900, om dat te vieren eigenlijk in deze nieuwe wijk, wat Merwede moet gaan worden. Nou, hartstikke welkom bij de oploskoffie. Ik ben Marion en dat is Marije. En wij drinken een bakje oploskoffie met jou. Het is niet te zuipen, maar ja, het hoort bij het concept. En vertel, wat is het concept? Nou, het concept is dat wij problemen oplossen voor mensen die te klein zijn voor de psycholoog. Of waarvan je denkt dat niemand erop zit te wachten. En elk probleem is welkom bij ons. En we hebben alleen maar één disclaimer, niet goed, probleem terug. Is het ook een soort proeverij van de verschillende ateliers en bewoners van dit pand of gebruikers? Zeker, er zijn een hele hoop ondernemers eigenlijk die een bijdrage hebben geleverd aan dit festival. En dat kan zijn in de vorm van markten, producten, design, verkoop, kunst. Maar ook een hoop muzikanten, theater. En niet alleen uit onze broedplaatsen, maar ook wel breder talent uit Utrecht een podium te bieden. Everything here to mean to me. No, every street my feet only. Koos, je hebt hier vandaag opgetreden tijdens het Merwede Festival. Hoe was dat? Heel leuk om te doen. Ik vind het echt een hele goede sfeer hier. Er zijn heel veel leuke dingen om te doen hier. En het is echt een mooi podium om op te kunnen staan. I'm ready to be heard if I have to. Things are already great, so why do I long for change when things are already... Ja, dat is allemaal leuk en wel, zo'n Merwede Festival. Maar je moet wel je eigen smoothie bij elkaar fietsen. Dus ja, als verslaggever ben ik nergens te goed voor. Dus ik ga eens even kijken of ik ook mijn eigen smoothie bij elkaar kan fietsen. Wish me luck!